Hey, goedenavond. Van harte welkom in mijn Facebook Live. Hoe gaat het? Mijn strategie voor vanavond luidt: hoe vlotter je vertering, hoe vlotter het afvallen. Gisteren heb ik het gehad over de tussendoortjes. Mijn advies daar luidt: eet ze zo weinig mogelijk. En als je ze eet, als je er behoefte aan hebt, en dat kan, dat heb ik ook bijna elke dag, zorg er dan voor dat ze rijk zijn aan hoogwaardige eiwitten, hoogwaardige vetten en hoogwaardige vezels. Maar gun tussen de maaltijden je lichaam ook wat tijd om het werk te doen, om te verteren. En daar wil ik het vanavond met jou over hebben. Als je doorheen mijn verhaal vragen hebt, stel ze dan gerust hier in de commentaren, hier onder de video. Ik ga ze met plezier beantwoorden aan het einde van deze video. En als je hier waarde aan hebt, als je dingen bijleert, als je tips opvangt, geef me dan een duimpje of een hartje, dan weet ik dat ik goed bezig ben. En wat je dan geleerd hebt, dat wil ik natuurlijk ook heel graag weten. Dus laat dat gewoon even weten, heel kort hier onderaan in de commentaren. Dat vind ik altijd leuk. Goed, hier gaan we. Een vlotte vertering betekent vlotter afvallen. En is dat niet wat we allemaal willen? Als ik sommige mensen zie eten, dan denk ik: oh, garme die maag. Oh, garme die darmen. Ik heb voor jou 4 tips om ervoor te zorgen dat je beter verteert, om ervoor te zorgen dat je op die manier ook beter vet, lichaamsvet gaat verbranden en er op zijn minst ook minder gaat opslaan. Tip nummer 1. Eet langzamer. Neem je tijd om te eten. Zorg ervoor dat dat een rustig moment is, dat je niet afgeleid bent. Maak het gezellig. Ga niet ondertussen andere dingen doen, zoals je mails checken of je Facebook bekijken of dingen lezen. Wees helemaal bij je maaltijd en eet langzaam. Kauw op je voedsel. Kauw 30 à 40 keer op je voedsel vooraleer je doorslikt. Afhankelijk van wat je eet natuurlijk. Maar eigenlijk moet je kauwen tot wanneer je voedsel vloeibaar is. En dan slik je door. En dan pas neem je de volgende hap. Een tip in de kantlijn. Zorg ervoor dat je tijdens je maaltijd geregeld is je bestek neerlegt. Dat helpt om wat langzamer te eten, om wat meer van je maaltijd te genieten en om wat minder te eten. En om je vertering vlotter te laten gebeuren. Tip nummer 2. Drink niet tijdens je maaltijd. Meer nog, sterker nog. Drink een half uur voor je maaltijd een groot glas water, eventueel met je vezels in opgelost, waar we het vorige keer over hebben gehad. Maar drink dan niet meer tot een uur na je maaltijd. Zo zorg je ervoor dat je verteringssappen niet verdund worden door wat je gaat drinken. Want die verteringssappen die zijn heel zuur, maar die moeten zo zuur zijn om je voeding te kunnen verteren. En als je die gaat verdunnen met allerlei dingen die je drinkt, ja, dan heb je een veel minder goede vertering. Als je dan toch nood hebt aan vocht, aan drinken, drink dan maximum 120 milliliter, dat is een gewoon glas, water. Geen alcohol, geen bier, enzovoort. Oké, tip nummer 3. Verzorg je combinaties. En ik verwijs graag naar Pascal Naessens, want je hebt vast al haar boeken. Lees er eens in hoe die combinaties eruit moeten zien. Als je het toch niet helemaal duidelijk vindt, dan geef je het maar aan en dan zal ik daar eens een speciale sessie aan wijden. Een tip die altijd kan helpen is, ik heb hem al een paar keer gegeven, eet bij elke maaltijd donkergroene verse rauwe blaadjes. En dat kan zijn spinazie, dat kan zijn sla, dat kan zijn verse kruiden, peterselie, basilicum enzovoort. Zorg ervoor dat ze rauw zijn, was ze goed, eet ze rauw en eet ze echt. Eet er een mooie portie van, dat gaat jouw vertering zo vergemakkelijken.
Vooral je proteïne. Weet je nog dat ik eerder heb gezegd? Proteins need greens. Dat is een gemakkelijke om te onthouden. Wil je proteïne verteren, en je weet ondertussen hoe belangrijk proteïne zijn, eet er dan groene blaadjes bij. Dan gaat het eens zo goed. Dat weten die Italianen trouwens, hè? De Fransen ook. Die eten une salade verte à côté. Die weten dat, die kennen dat. Weet je wat zowat de slechtste combinatie is die je je lichaam kan opdragen om te verteren? Dat is spaghetti bolognese. Dat is een verschrikking. Je hebt de zetmelen van de pasta. Je hebt de suikers en de zuren van de tomaten. Plus de eiwitten en de vetten van het vlees en de kaas. Die combinatie, daar is uw vertering niet goed van. Ik herinner mij, als ik dat vroeger at, dan moest ik na mijn maaltijd een dutje doen. Al mijn energie werd gewoon naar mijn maag gezogen. Dat is een verschrikkelijke klus. En als je dan ziet welke portie sommige mensen naar binnen werken, dan denk ik, oh my god. De Italianen, die eten een veel kleinere portie, hè, van die spaghetti bolognese. En die eten daar veel groene sla bij. Nu weet je waarom. En ga dat ook maar doen. Of liever, eet de salade met de spaghetti saus. Dan ga je het nog veel beter verteren. En eet, als je dan eens pasta wil, kies dan voor rijstpasta. En eet daar ook weer groene blaadjes bij. Dan ga je dat ook weer beter verteren. Tip nummer 4. Zorg ervoor dat jouw lichaam voorzien is van de juiste enzymen. Oei, hoe gaan we dat doen? Wat verteert jouw voeding? Dat zijn enzymen. En elke voeding heeft zo'n beetje zijn eigen enzymen nodig om te verteren. Naarmate we ouder worden, hebben wij steeds minder enzymen. Ons lichaam maakt die aan. Ons lichaam maakt dus met ouder worden steeds minder enzymen aan om eiwitten en vetten te verbranden, te verteren. Dus is het een goed idee om die aan te vullen. Want je kunt ze niet uit de voeding halen. Hoe weet je nu of je daar tekort aan hebt? Wel, als je vaak last hebt van opgeblazen gevoel, van winderigheid, als je altijd honger hebt, dat zijn tekenen die kunnen wijzen op een gebrek aan bepaalde enzymen. Als je bijvoorbeeld acne hebt of rosacea, maar daar heb ik ook alweer een tip in de kantlijn voor. Schrap, als je acne hebt, schrap alle lactose. Dat betekent alle zuivelproducten, yoghurt, melk, kaas, alles van de koemelk. Schrappen. En het gaat veel beter gaan. Wat kun je nu doen als je daar last van hebt? Enzymen nemen. Hoe? Drink aloe vera. Ja, ik weet het, ik ben daar weer. Maar aloe vera is iets wat eigenlijk iedereen zou moeten drinken. In aloe vera zitten, en het is weer niet toevallig, net die twee enzymen die nodig zijn om eiwitten te verteren en om vetten te verteren. En dat zijn nu net de dingen die, ja, die eigenlijk bijna iedereen tekort heeft. Het zou kunnen, als je er echt last van hebt, dat je nog een extra enzymepreparaat moet bijnemen in de vorm van een supplement. Dat kan. Dat had ik ook. Ik kon absoluut geen eiwitten verteren. Ik had altijd opgeblazen gevoel. Ik had altijd winderigheid. Het was een verschrikking. Ik ben aloe vera beginnen drinken, nu een dik jaar geleden. En in het begin had ik nog een extra supplement nodig om die eiwitten te kunnen verteren. Maar na een paar maanden was dat niet meer nodig en heeft die aloe vera het eigenlijk helemaal overgenomen. En nu kan ik perfect alles verteren. Kies daarbij voor hoogwaardige aloe vera. Ik zeg het altijd, maar alsjeblieft mensen, kies voor kwaliteit. En waar je bij aloe vera op wil letten is dat die koud gestabiliseerd is. Want die enzymen die jouw eiwitten en vetten moeten verteren, die werken maar als ze de hoogste lichaamstemperatuur hebben. Als die verhit worden boven de 60 graden, dan zijn die dood en dan doen die hun werk niet meer. De meeste aloe vera dranken die je vindt op de markt zijn verhit. Dus ga op zoek naar een koud gestabiliseerde. Als je wil weten met welke ik werk,
Ik zet een linkje bij de video als je dat wil. Want er is echt veel verschil. Mensen, maak daar een onderscheid in en kies voor de kwaliteit. Oké, dat waren mijn 4 tips voor vandaag. Als je dus ervoor zorgt dat je vertering vlotter gaat, dan ga je ten eerste, dan ga je er alleen maar voordelen bij hebben. Je gaat ten eerste meer voedingsstoffen opnemen uit je voeding. Je gaat dus minder vetopslag hebben. Je gaat meer voordeel halen uit je voeding op niveau van het herstellen en het opbouwen van je cellen, het aanmaken van energie en het verbranden van vet. Oeps, dat was mijn kat die van een heel hoge kast sprong. Als dat maar goed komt. En ze heeft haar poot al gebroken. Dat was mijn verhaal voor vandaag. Eens even kijken. Hey Peggy. Evie. Oh, dat is lang geleden. Hi. Claudia. Hoi. Leuk dat je kijkt. Chris. Philippe. Hey, dag Philippe. Leuk dat je kijkt. Debbie. Lauren. Tof, tof. Lauren is er altijd bij. Hè? Lauren leert graag van mij. Hè? Super tof. Je bent een student, hè, Lauren. Ook in Leuven. Hè? Oké, even kijken. Hebben jullie vragen voor mij over deze topic? Vragen over de vlotte vertering of hoe je vertering vlotter kunt maken? Nee, niet meteen. Wat hebben jullie geleerd? Ten eerste, ten tweede en ten derde. Laat het even weten in de commentaren. Ik lees het graag. Peggy, wat heb je geleerd? Ondervraging. Maar jij bent al goed bezig, hè, Peggy? Oké, geen vragen, mensen. Even kijken wat... Oh, Facebook is mij hier weer van alles aan het vertellen. Ja. Oké, ik ga deze video ook posten, zodanig dat de mensen die hem nu missen, dat die hem later kunnen herbekijken. En jullie natuurlijk ook. En heb je alsnog vragen, zet ze dan gewoon even in de commentaren hieronder. Ik ga ze met veel plezier beantwoorden. Morgen ben ik hier opnieuw om 8 uur, hier op hetzelfde kanaal, voor een nieuwe strategie. Nummer 11 al, de voorlaatste, in de reeks van 12 strategieën die jou kunnen helpen om sneller af te vallen, om sneller lichaamsvet te verliezen. Ik zie jou heel graag dan. Heb een hele fijne avond. Zorg goed voor jezelf. En tot morgen. Bye.